Yo, gast van Almers.nl, mijn naam is Barret en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie zien is dit een iets andere setup dan normaal. Ik zit namelijk nu achter mijn bureau, ik zit achter mijn stream setup. Ik heb nu via mijn stream setup zeg maar dit allemaal ingesteld. En leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik heb vandaag weer een unboxing voor jullie. Ik heb er super veel zin in, want ik heb hier lang op gewacht. Ik ga even het doosje erbij halen, zoals je kan zien. Hier is die dan. Dit is dan eindelijk het Yellowwood pakketje waar ik echt al super lang op aan het wachten ben. Want hier zit als het goed is de giveaway boardje in. Hier zit als het goed is een ander leuk boardje in. En nog wat andere dingen. Dus ik kan niet wachten. Ik ga hem openmaken. Oké, ik moet het wel een beetje blurren. Want jullie kunnen mijn gegevens zien. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus waarschijnlijk staat hier gewoon nu een blur. Kunnen jullie het niet zo goed zien. En hier staat Yellowwood op. Het is van Yellowwood. Alright, ik ga hem gewoon openmaken. En tegelijkertijd, het is vandaag oudjaarsdag. Ik had niet verwacht dat ik hem nog in 2020 zou krijgen. Mijn 2020 is dus toch nog een beetje beter geworden. Ik ben daar echt best wel hyped over dat dat dus alsnog is gebeurd. Maar ik heb geregeld met de eigenaar dat hij voor ons de giveaway boardjes erbij zou doen. Voor niets, want ik had sowieso een leuke bestelling eigenlijk om te doen. Het is gewoon super chill dat hij dus uiteindelijk ook gewoon zei van, nou ja, als je dat bestelt, de starter woods erbij doen. Dus dat is super, super aardig. Thank you, if you're watching. Thank you very much. Greatly appreciated. And I hope we can do business in further futures. Maybe in 2021. Wie weet ook niet. Alright, we zijn open. Oh, ik ben gewoon wel legit een beetje zenuwachtig voor dit pakketje, man. Ik hoop dat alles erin zit. We gaan hem openmaken. Jullie kunnen als het goed is nu wel goed meekijken. Het eerste wat ik zie is, net als jullie, dit papier. Super sick. En daar hebben we als allereerste... Wauw. Oké, die is fucking vet. We hebben hier het Yellowwood E-Type Jaguar E-Type boordje. Ik ben hier super blij mee, want ik werk met dit soort oude auto's. Dus toen ik deze zag dat ze deze graphic hadden... Ja, dan snap je natuurlijk dat ik hem moet hebben. Dan gaan we naar de volgende... Ah, kijk, het setje rip tape of foam tape of whatever. Het Yellowwood tape, slim tape heet Yellowwood het. Even kijken, 6 stuks. Super chill dat ik deze heb. Ik heb al een hele hoop rip tape van al die AliExpress boordjes. Maar ik vond deze grip tape toch super chill. Deze wilde ik gewoon even extra hebben, dus vandaar dat ik deze nog had besteld. Hier ben ik echt heel blij mee, want dit ga ik gebruiken ook natuurlijk voor deze en waarschijnlijk ook voor de Burlingwoods die ik heb. Zodat ik daar ook nog toffe setups mee kan maken. Hier! Oh, wauw! Oh, yes! Oké, ze zitten erbij. Oh, yes! Hier heb ik het allereerste starterwood boordje. Het is een yellowwood boordje met slim tape. En alles zit erbij. En even, ik ga heel even kijken hoe die eruit ziet. Het ziet er goed uit. Mooie kwaliteit. Even kijken. Een mooie graphic. Zoals jullie kunnen zien, een mooie graphic. Een mooi blauw, babyblauw. Er zit een stukje foam tape bij. En hij ziet er super tof uit. Zo te zien zijn het teak trucks en wielen. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Die heb ik nu ook onder mijn Burlingwood setup staan. Maar deze ziet er heel erg goed uit. Dus ik ben er echt super blij mee. Deze is voor Lisanne. En Lisanne die gaat hopelijk in de toekomst een nieuwe banner voor mij maken. De banner die ik nu heb staan, die is ook door Lisanne gemaakt. Dus super bedankt daarvoor. En dit is mijn bedankje aan jou. Ik hoop dat je hier toffe trucks mee kan uit gaan voeren. En dan zie ik dat ik hier 3 maal... een starterwood boordje heb. En alle 3 de jongens die hebben gewonnen, die hebben mij verteld dat ze graag een zwarte willen. Ik heb dat in het mailtje gezet, maar ik heb 2 gele en een rode. Desalniettemin, ze zien er super vet uit. Dus ik ga gewoon degene die als eerste rood zegt, die krijgt waarschijnlijk de rode. Deze komen jullie kant op. Dankjewel nogmaals voor iedereen die mee wilde doen aan de giveaway. Dit is super chill dat hij gewoon deze gratis heeft meegezonden. En ik denk ook wel dat jullie er heel veel van gaan genieten. Dus deze komen zo snel mogelijk jullie die kant op. Ik ben hier super blij mee. Super hyped. En dan gaan we nu verder met het volgende en ook het laatste ding uit het pakket. Ja, want hierin zit nog papier. Oh shit. Oh, wow. Ik heb ook een tool. Dat is vet. Deze had ik er nog niet bij. Een sleutelhanger. En zo te zien een hele hoop Yellowwood stickers. Altijd nice om te hebben. Allemaal stickers. Super cool.
Die ga ik lekker meesturen met de winnaars van de giveaway. Verder is deze doos nu leeg. Dan hebben we hier nog iets in zitten waar ik ook best wel hyped over ben. Oh, fuck. Daar gaat bijna mijn koffie. Hop, hop, hop. Dit is namelijk een nieuw Rampy. En dit nieuwe Rampy is heel erg ziek. Althans, ik vind het heel ziek. Ik wil al een tijdje een nieuwe ramp, omdat ik merkte dat ik dezelfde trucjes aan het doen was de hele tijd. En ik heb dus nu eindelijk een nieuwe ramp. En ook niet zomaar eentje. In karton, in papier. Zoals jullie trouwens ook, voordat ik deze verder uitpak, zoals jullie kunnen zien, ik heb hier mijn GoPro liggen. Het is vandaag oudjaarsdag. Ik ben het ook aan het vloggen. Dit ga ik natuurlijk niet vloggen, want dit moet nog een beetje speciaal blijven voor deze video. Maar ik ben deze dag ook lekker aan het vloggen. Alright, daar gaan we dan. Oh, dit is wel leuk dat ik dit nog voor 2021 kan krijgen. Hier is die. Oh, shit. Dit is fucking vet. What? Oké, dan. Wow. Dit is de buitenkant van het ding. Even kijken. En dit is de binnenkant. Oh, wat cool dit. Even aan de kant. Zo, wat een zooi gelijk, hè. Van cement. Een tof rampy. Wow, dit is wel gaaf, zeg. Dit is zo'n toffe ramp. Even kijken, ik pak gewoon even een boordje erbij. Tuurlijk. Even kijken. Oh. Ja, man. Deze is leuk, hè. Hier ga ik best wel wat leuke tricks op kunnen doen. Ja, jullie gaan natuurlijk een hele trickmontage zien. Ja, joh. Hier ben ik blij mee. Dit voelt gaaf, hè. Wauw. Dit is wel een toffe ramp. Hij weegt wel echt superveel. Ik ben hier heel blij mee. Ik ben blij dat ik deze bestelling heb gedaan. Holy shit. We gaan nog heel eventjes snel dit Yellowwood boordje openmaken. Want ik ben eigenlijk nog steeds best wel erg benieuwd naar hoe deze eruit ziet uit de verpakking. Even kijken. We gaan hem zo openmaken. Wat toffe stickers met riptape. En dan hebben we hier de 33 mm Yellowwood E-type boordje. Ja, kijk, daar is die. Hij ziet er super clean uit, hoor. Hier ben ik echt wel blij mee. Dit is de bovenkant en de zijkant natuurlijk. De Yellowwood. Ja, hoor. Deze is super gaaf. Ik wilde hem eigenlijk in 34 mm. Maar die was helaas uitverkocht. Dus dan maar toch de 33 mm. En op zich is die gewoon prima. Ik wil de mannen van Yellowwood enorm bedanken voor het sturen van de 3 gratis starterwood boordjes. Ik ben super blij met deze bestelling. Jullie gaan natuurlijk even zien hoe alles eruit ziet als ik het heb gesetupt. En als ik het even heb gebruikt en een beetje wat trucjes heb gedaan. Dus hierbij de montage van al deze spullen. Alright guys, hallo. Dit is even niet helemaal zoals ik had verwacht dat dit zou gaan. Ik heb namelijk in mijn hand een gloednieuwe camera. Kijk, hier is die. Dit is een Sony A7S Mark II. Het is inmiddels ook al 9 januari. Dus we zijn al een hele hoop dagen verder dan dat ik de unboxing ooit heb gedaan. Hier zie je ook alles liggen. Ik ga zo meteen even alles doornemen. Maar het is dus allemaal iets anders gelopen dan ik had verwacht. Ik ga zo meteen natuurlijk de toffe trucjes doen en alles uittesten. Maar ja, dan weten jullie, vanaf nu gaat de content echt ziek omhoog. Er zijn nog wel video's die ik heb opgenomen met die oude camera. En ik ga hem ook nog steeds gebruiken als extra camera. Ik ben er in ieder geval echt super blij mee. Maar het kan dus zijn dat de komende tijd dat het wat anders gaat lopen met de kwaliteit en zo. En ik weet ook niet of dit nu scherp is en zo, want deze camera heeft niet het schermpie zoals wat ik had bij de GA4, dat je hem zo kon draaien. Je kan hem draaien, ja, hij doet het niet, ja, je kan hem omdraaien en dan kan je jezelf zien. Dat heeft deze camera niet, dus het moet allemaal een beetje uit mijn hand geschud worden. Er zijn heel veel andere instellingen waar ik nog echt even mijn best wel moet doen om het te leren. Maar voor nu is het dus gewoon een nieuwe camera. Gaan we weer een nieuwe hoofdstuk verder. Dit is echt compleet anders van de Yellowwood unboxing. Maar ja, dat is in ieder geval wat er aan de hand is. Ik zal jullie gewoon gelijk ook even meenemen. Want het is ook iets anders geworden dan ik had verwacht dit allemaal. Zoals je kan zien heb ik namelijk nog mijn Black River Ramps trucks en de Joycot wielen op mijn Burning Wood. Eigenlijk was het niet de bedoeling, want eigenlijk wilde ik die op de Yellowwood gaan zetten. Zoals je kan zien heb ik nu andere trucks en andere wielen
op mijn Yellowwood setup, op de E-Type. Ik heb mijn rip tape op deze manier gedaan, met een schuine streep. Ik vond het wel vet. Hier zit natuurlijk nu de Yellowwood tape onder. En ik heb Black River Ramps bushings heb ik hier gebruikt. Dit is niet helemaal het plan, want het plan was om natuurlijk de Black River Ramps, de Black River Ramps Gold Editions met de Joycots eronder te doen. Maar eigenlijk ben ik best wel heel erg verliefd geworden op deze setup. Ik heb er nieuwe riptape op gedaan. De goedkope AliExpress riptape. En die wielen erbij. Dat is zo nice. Ja, ik ben gewoon echt een beetje verliefd geworden op die combo. Hij is lekker zwaar. Kan goed mijn trucjes sturen. En ja, ik ben daar op, wat dat betreft super blij mee. Inmiddels zijn ook de giveaway boardjes op de post gedaan. Dus dat is ook allemaal al geregeld. Het enige wat ik nu nog heb is dit mooie ding. En daar gaan wij dus nu gewoon even toffe tricks doen. Ja, ik ben super hyped zoals je kan merken. Ik vind het super vet dat ik een nieuwe camera heb. Dus daarom heb ik toch dit stukje eventjes erbij toegevoegd. Ik hoop dat jullie in ieder geval gaan genieten van deze komende trucjes. Want ik ga het opnemen met mijn GoPro, niet met deze camera. Dat is niet heel handig. Maar we gaan dus nu naar de edit. Wow, oké, en we zijn weer terug in de tijd gegaan, want daar heb ik hem wel gezet, maar hier nog niet. Ja, ik ben gewoon super blij met deze bestelling, zoals jullie kunnen zien. Het zijn toffe tricks geworden. Ik ben ook echt gewoon echt blij met het nieuwe boordje. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Oh mijn god, dit gebeurt me nu echt? Oh, what the fuck? Mijn truck vliegt er gewoon af. Oké.